Welkom weer terug in de studio van Baronie TV bij weer een nieuw social media blokje. Blijf lekker mee twitteren, instagrammen, facebooken, hashtag Baronie TV. Dan zien we alles verschijnen. Dan kiezen wij de allerleukste berichtjes en foto's uit. En die verschijnen hier zometeen op het bord. Hier achter mij zie je er al een paar verschijnen. Zometeen neem ik er een paar met u door. Vergeet niet dat de optocht in het Kielengat vandaag doorgaat. Dus ga daar lekker op uit. Ga lekker naar buiten en kijk naar die prachtige wagens en groepen. En vanaf 2 uur kun je ook alles hier zien bij Baronie TV. Lekker op de bank. Als je denkt van nou, ik blijf lekker warm binnen. Mag natuurlijk ook, je hoeft hier niks te missen. Gisteren was ik op pad, ik liep op de havenmarkt en daar zag ik hoog bezoek uit België, namelijk de prins van Diest. En daar gaan we nu eventjes naar kijken. We zijn hier aangekomen bij het pleintje en we hebben hier de prins van Diest. U bent de prins van Diest? Ja, dat klopt, ja. Van België. Uit België. In België? Nee, uit België. Uit België? Uit België. Helemaal hier naar het Kielengat gekomen? Ja, samen met de vrienden, de Diestse vrienden. Van Gilde van Tillebuis zijn verbroederd met Breda door onze Oranje stad. En elk jaar is een traditie dat we naar hier komen. Okay. En hoe vindt u het hier in het Kielengat? Koud. Koud. Het waait wel lekker hard, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar is dat in België niet dan, nu? Jawel, bij ons waait het nog een beetje harder. Oh, nog harder? Ja, ja. En moet u blij zijn dat u hier bent? Ja, zeker weten. En is er een beetje zin in deze carnaval? Ja, ja, we zelfs een goed pintje drinken en de rest van de namiddag vieren, hè. Oké. Okay. Hebben ze in België ook een nar? Nee, we hebben een adjudant. Een adjudant? Waar is de adjudant? Is dit de adjudant? Jawel. Wat is uw taak deze carnaval? Zorg dat de prins alles heeft wat hij nodig heeft. En heeft hij alles? Hij is tip-top in orde. Tip-top in orde. Jawel. Heeft hij wel eens iets niet dan? Hij heeft al wat hem nodig heeft dus, en hij wordt goed beschermd. Dus. Zijn jullie ook met een grote bus gekomen met z'n allen? Jawel, jawel, dat klopt. Ja? Hoe ver was het rijden? Ongeveer een uur en een kwartiertje. Oké, okay. Want jullie winnen mee? Nee, win tegen. Anders was je er misschien sneller. Straks zijn we sneller thuis. Hebben we nog iemand die we echt moeten hebben voor jullie? Dat je zegt van nou, die moeten we nog even spreken van jullie. Misschien onze voorzitter. De voorzitter, waar is de voorzitter? De voorzitter is weg. De voorzitter. Oh, hier, de voorzitter. Een hele belangrijke man, denk ik, of niet? Ja, ja, tuurlijk. Waarom? Ik zie het aan de kettingen. Ja, u heeft heel wat op uw nek hangen. Ja, ja, de voorzitter is de man van de vereniging, maar toch. Hè? Ja, 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 ja. En wat is uw taak deze carnaval? Wat lief? Wat is uw taak deze carnaval? Alles in goede banen leiden, natuurlijk. Hè? Ja. En dat gaat meestal wel goed? Tot op heden, toch? Ja, we zullen zien straks. En jullie gaan vandaag nog lekker de stad en lekker carnaval? Wij gaan de stad in, we gaan, zoals het liedje zegt, de kroegen overvallen. De kroegen overvallen. U kent hem, u kent de klassiekers. Tuurlijk, tuurlijk. In België ook een lied? Het lied. Het lied. Het lied in Nederland of in België is net hetzelfde. Toch? Is dat hetzelfde? Natuurlijk. Hebben jullie een ander lied, wat wij misschien nog niet kennen? Nee, dat is net hetzelfde. Ja? Het carnaval in België en Nederland qua muziek is net hetzelfde. Je ziet hetzelfde. Ja, voilà. Allemaal gezellig. Inderdaad. Snollebolletjes. Ja, dat kennen jullie in Nederland ook. Toch ook? Natuurlijk kennen we het. Jullie kennen ook snollebolletjes. Wat is uw favoriete nummer van snollebolletjes? Dat laat ik terzijde. Je hebt allemaal goede nummers. Allemaal van links naar rechts. Ja, dat is allemaal. Vrouwkens, leuk. Ik wens jullie een fijne carnaval. Leuk dat jullie even gesproken hebben. Dank je wel, die zegt gedaan. En succes. En een goede terugreis straks, hè. Weer naar België. Ja, straks, hè. Straks. Dank jullie wel. Ja, zeg maar, doei. Ja, dankjewel Mike. Het is altijd heel gek om jezelf weer terug te zien en dat je dan weer terugschakelt naar de studio waar ik zelf ook weer sta. Maar het kan niet anders. Ik had jullie beloofd, we gaan even kijken naar de socials. Ik hoop dat er een aantal nieuwe tweets of Instagram posts binnen zijn. Hier hebben we de burgemeester Paul de Pla. Geeft de stad Breda voor 4 dagen aan de inwoners van het Kielengat. Dit was natuurlijk helemaal aan het begin van de carnaval. Hier hebben we Paul die zegt, Kielengat viert feest op de Grote Markt. En kijk eens wat een drukte. Het is dan volgens mij altijd druk, altijd gezellig, altijd feest op de Grote Markt. In het Kielengat. Hier een hele gezellige groep, allemaal onesies, leuke dieren. Carnaval 2020 als een dierentuin. Kijk eens, lachen en gieren en brullen. Wat een feest. Hebben we nog meer? Is dit de eerste keer dat een vrouw mijn hele carnaval verpest? Oh jee, dat klinkt niet zo goed. Ellen? Oh jee, ik weet niet waar dit over gaat. Maar ja, we weten het niet. Ellen, laat meer van je weten. We gaan door. Kielengat, Ricardo Brouwer. Die hebben het gezellig, de mannen. Een gezellige avond. Via Twitter is deze binnenkomen. Blijf lekker mee twitteren. Hashtag Baronie TV. En we zien hier alles verschijnen. En een leuke hondjes uit het Stijlorenrijk. We gaan even naar een ander item kijken. Ik was gisteren bij de kroegentocht, bij de kravattentocht. En ik liep de kapitein in om te kijken of daar de sfeer er een beetje in zat. Ja, we zijn in één van de kroegen van de kroegentocht. We gaan even kijken of de sfeer er al een klein beetje in zit. Hallo mevrouw. Zit de sfeer er al een beetje in? Ja, bij ons wel hoor. Ja, zeker. We hebben borrel al. Jullie mee met de kroegentocht? Met de wat dus? Met de kroegentocht. Wat is dat?
Ja, er is nu een kroegentocht bezig. Oh jongens, er is een kroegentocht bezig. Maar dat wisten jullie helemaal niet. Nee joh. Jullie zijn hier gewoon voor de gezelligheid. Ja. Maar dat kan ook. Ja. Wij doen de kroegentocht zelf, ja. De danspasjes zitten er lekker in. Zeker. Jij bent al een paar dagen lekker bezig. Nee. Eerste dag. Paar uur. Paar uur. En hoe bevallen de eerste uurtjes carnaval? Ja, heerlijk. Heerlijk. Jij vermaakt u wel, dat zie ik. Je straalt allemaal. Ja, zeker. Allemaal. Jij niet dan. Ik ook, ik heb er zin in. Jij hebt prachtig haar. Dankjewel. Maar jij ook. Dank mooi je. Goed. Dankjewel. Jij bent dokter Lof. Jazeker. En heb je al veel koppeltjes gemaakt? Nee, ik ben net aangekomen. Maar jij gaat dat wel proberen. Maar avond is nog lang. Hoe is het met jouw eigen liefdesleven dan? Mijn liefdesleven? Heel ja. Goed. Ja, gaat goed. Goed. Nou, hoor. Mag niet klagen. Wil je de groetjes doen naar je vriendin? Sorry? Wil je de groetjes doen naar je vriendin? Jazeker. Groetjes aan Davy. Waar is ze nu? Thuis, Haarlem. En jij zit hier lekker te feesten. Gewoon een half week daar. Ze mocht zeker mee, hoor. Ja, dat gaat goed voor elkaar. Ja. Kan je ze allemaal halen, deze kroegentocht, alle cafés? Ik heb er nu eentje. Ik hoop het wel, ja. Ja, ja hoor. Ja. Maar bij alle 15 moet je wel wat drinken dan, hè? Dat is wel maar... cool vandaag, hè? Ja. Ik mag ook fris nemen. Ja, je mag ook een cola. Ben je verkleed als Wally? Ja, je hebt me gevonden. Meestal ben jij wel moeilijk te vinden, maar nu niet. Vandaag valt mij wel mee. Ik wens je nog heel veel plezier. Ja. Dag. Hoe bevalt de kroegentocht tot nu toe? Ja, het is eerst café nog maar. Eerste café? Ja. Dus het startschot is net gegaan eigenlijk? Ja, dat wel. Ja, dat wel. En dat ging goed. Waar is het bier? Sorry? Maar je hebt nog geen kruisje. Oh, jawel. Ah, eentje. De kapitein. Ja, klopt. Dat klopt. U gaat ze allemaal af? Dat is wel de bedoeling, ja. Hoe is het met de sfeer? Goed. Wat is er zo goed aan de sfeer? Wat? Wat is er zo goed aan de sfeer? Ja, het is gewoon heel gezellig. Je maakt het gewoon lekker gezellig vandaag. Ja. Gaan we dat in de laatste uurtjes door? Ja, we gaan het zien. Jij bent een schot in de roos, of niet? Wat zeg je? Jij bent een schot in de roos. Ja. Cheers. Zeg het tegen de kijkers van Baronie TV. Ah, ja. Wil je iets zeggen tegen de kijkers van Baronie Proost. TV? Proost. Proost. Cheers. Jij bent wel een beetje vroeg, hè? Of te laat, dat kan ook. Ja, ja, ja. Wat zei je? Hij hoort mij niet. Ik zeg, jij bent wel of te vroeg of te laat als kerstman. Ik ben Sinterklaas, maar... Sinterklaas? Ja, kerstman. Heb je cadeautjes meegenomen? Ja, ja. Wat heb je bij je? Nu komt het hoor, jongens. Nu komt het. Wat is het? Oh, hij doet niet. Wat is het nou? Hij was mascara, maar... Nou, ik wens je nog heel veel plezier. Doe niet. En van wie is die kip? Ja, die van mij, maar... Hij is Anton. Hoe heet hij? Anton. Anton. Ik vind het wel een beetje amateuristische bedoeling, hoor, met jouw cadeautjes. Ja, zeg me dit ook altijd, maar heel raar. Veel plezier nog. Ja, dat was een hele gezellige sfeer gisteren bij de kapitein. We gingen nog in de late uurtjes door. Als je ons nou on tour ziet, maak dan een fotootje. Stuur die in via de website van Baronie TV. En wie weet maak jij kans op een fantastische prijs, want de allerleukste foto wint iets. We kijken nog even mee naar de socials die binnen zijn. Man en wife, man en vrouw, zijn gezellig aan het carnaval. Een mooie make-up. Ze hebben misschien elkaars make-up gedaan. Je weet het niet. Wat hebben we allemaal nog meer? Gisteren genieten met optreden in de volle Jolly Yester Café. Fine Fishing in het Apeland. Daar is Rijsbergen. Daar is het heel gezellig, volgens mij. Van Kats van Geels was deze. En hier Sander Eastwood zegt carnaval. Mooi geschminkt. Heel gezellig. We gaan zo meteen weer door met het volgende blokje van Ben de Wakker. Om 2 uur hebben we de optocht van het Kielengat. Dus vergeet niet om lekker in te tunen. Vergeet ook niet om lekker je foto's en je socials in te sturen met hashtag Baronie TV op Twitter, op Insta, op Facebook. Heel de reutemeteut. Maakt niet uit wat je aan het doen bent. Ben je lekker buiten? Ga je naar de optocht? Of kijk je lekker Baronie TV op de buis? Het maakt allemaal niet uit. Wij willen het weten. Ik zeg tot ziens. Houdoe.